De traditionele dorpskermis heeft het zwaar. Ieder jaar stoppen ongeveer 30 kermissen in Nederland omdat de bezoekersaantallen te veel zijn teruggelopen. Ook burgemeester Willem Gadissen van de gemeente Mokum-Middelaar maakt zich zorgen. Ja, we hebben al ervaring met kermis die we hadden in Molenhoek en Middelaar. Die zijn beide ter ziele. En wat me in de artikel aansprak is het feit dat wanneer je de bakens niet verzet, een stand-alone kermis, hè, dus alleen een kermis, dan zie ik ook al aankomen in Mook dat we dat niet redden, ondanks het feit dat we geen staangeld vragen en geen legers heffen. Dus in feite doen we als gemeente daarin al wat. Maar ik denk dat het artikel terecht is. Het is anders gebeurd met de kermis. Ja. Maar ik denk als er verder niks gebeurt, het blijven stand-alone kermis. In het verleden was het gecombineerd met een mosselparty, maar dat was ook niet meer haalbaar. Ja, dan is het gebeurd. Dus ik denk dat je moet iets doen daarnaast. Dus vanuit de samenleving, vanuit of het verenigingsleven of de kermisexploitant zelf, een braderie of weet ik van wat, je zal er iets moeten aankleden, een evenement ervan moeten maken. Want anders is het volgens mij gedoemd te mislukken, helaas. Ja, het is grappig als ik 60 jaar huwelijk heb, dan als ik vraag van, hebben jullie elkaar leren kennen op de kermis, dan is voor de helft bingo, zou ik maar zeggen. Nee, dat is totaal veranderd. Kijk, vroeger was die kermis, dat was de uitlaatklep. Dat was één keer per jaar was dat het feest. Daar werd ook voor gespaard. Ja, daar is zo ontzettend veel voor in de plaats gekomen. Hè. Het begint natuurlijk al met de ontwikkeling van de televisie en noem maar ook op. Maar ook, ja, festivals, evenementen, mobiliteit niet te vergeten. Mobiliteit ook voor de jongeren. Ja, je rijdt nu heel makkelijk of met openbaar vervoer of met de auto naar, in dit geval bijvoorbeeld Nijmegen. Ja, daar heb je een veel grotere kermis. Dus zo simpel is het.